Ja, zelfs in het onderwijs voor een stuk nog. Hè. Daar zijn soms ook bijzondere, schrijnende verhalen van ouders die zeggen vanaf het moment dat de enveloppenfinanciering binnen is, 2 weken later wordt mijn kind van school gestuurd en ik vind geen school meer, want die school krijgt daar ook geen geld meer voor. Dat zijn ook schrijnende verhalen die je ook hoort. Dus het is een probleem. En ik ben het eigenlijk beu om te horen dat we niet meer... Dat we, ik vind, voor alle duidelijkheid, quota... De allerlaatste oplossing. Maar we hebben quota in de politiek voor vrouwen. Ik heb, denk vorige week een staatssecretaris van de federale regering horen zeggen dat hij quota wil voor gehandicapten. We zien dat men dat voor verschillende bevolkingsgroepen toepast als men te weinig vooruitgang ziet. Alleen, als het gaat over etnisch-culturele minderheden, dan beginnen we direct te zeggen, ja, maar dit is toch geen oplossing en ik ben daar geen voorstander van. Ik vind dat zeer vreemd dat het voor bepaalde groepen wel kan, maar als je ziet dat de problematiek zo groot is, dat we niet willen spreken over wat wij noemen slimme streefcijfers. Spijt, maar op een bepaald moment moet je wel ingrijpen. En ik denk dat het echt de tijd is om werk te maken. We hebben hier een meldpunt discriminatie, dat die samen met politie inderdaad testen gaat doen. Er is recent nog, ik denk in jullie krant, een voorbeeld geweest van iedereen heeft een affichageplicht als hij een huis wil verhuren. Dat waarop gewoon flagrant stond dat hij geen allochtonen wou. Zo'n dingen moeten vervolgd worden en mensen moeten ook het gevoel hebben dat ze daarin meegenomen worden. Dus het gaat over verschillende aspecten en daarvan vind ik spijtig genoeg dat we nog al te veel hebben stilgestaan de voorbije jaren. En dat is natuurlijk, als het gaat over het havenbedrijf, de dokwerkers, dat is een leugen dat al heel lang gekend is, waar met de vakbonden ook moet samengezeten worden over hoe dat we dat aanpakken. Het gaat ook over de visie, de drempel. Want een van de redenen waarom het bij politie misschien moeilijk is, is omdat mensen ook... Nee, het gaat ook om een langdurige sensibilisering, voordat mensen van een aantal gevoelens af zijn van kijk, wij zijn daar niet gewild of wij hebben een aantal negatieve ervaringen meegemaakt als gemeenschap en er zijn er heel wat in onze stad. Wat kan je verder concreet doen, los van het aanpakken van racisme en discriminatie, dat ik veel actiever wil zien dat de overheid zich daarmee bezighoudt. 2, ik denk dat het gewoon ongelooflijk belangrijk is om bruggen te bouwen. Je hebt een aantal verenigingen uit het middenveld vandaag, Fedaxio, die ondernemers bijeenbrengt van verschillende etnisch-culturele origine. Je hebt de kloof met de haven als het gaat over technische schoolpersoneel die zelf vragende partijen zijn om een breder platform en met de scholen willen samenwerken, stageplaatsen willen aanbieden. Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is om daar verder in te investeren. De zorgsector, het is ook al genoemd, heel wat meisjes studeren ook in die richting, maar willen dan ook weten of ze daar, en ik zal het nu maar even toch noemen, of ze daar met een hoofddoek terecht kunnen. Want je gaat natuurlijk niet iets studeren als je daarna de vraag krijgt of je overal wel met je hoofddoek al dan niet terechtkomt. En daar is denk ik de voorbije jaren heel wat, spijtig genoeg, heel wat misverstanden over staan die ik denk vermeden hadden kunnen worden. Had men het voorbeeld van Londen genomen, waar de Sikhs in de politie met een tulband rondlopen. Hè. Ik zou veel liever dat voorbeeld ook op onze stad kunnen toepassen, dat men veel pluralistischer omgaat met de diversiteit en die ook durft tonen of het nu achter een loket is of bij de politie. Dank u wel. Mevrouw Tuttelboom, u hebt als vrouw denk ik ook moeten vechten in de politiek. Streefcijfers, quota, wat vinden we daarvan? Dat is altijd een hele moeilijke, maar ik ga ten eerste zeggen voor iedereen, misschien hier in de zaal, die ooit ambitie heeft om bij de politie te gaan werken en niet geslaagd is, er zijn ook maar 16% van wie meedoet aan het examen die überhaupt slaagt. Dus er zijn ook gewoon heel veel autochtoon die-hard Vlamingen die het willen, maar die het ook niet kunnen en die er niet geraken. Dus laat ons toch ook gewoon kijken. En waarom komt dat? Om natuurlijk een politieopleiding. Maar eerste zaak, je moet fit zijn, je moet gezond zijn, je moet een goede fysieke conditie hebben. Er zijn een heel aantal parameters, dus laat ons dat helemaal niet herleiden tot een verhaal autochtoon. 2, zou ik willen zeggen dat het mijn fractie altijd geweest is in de gemeenteraad die gevraagd heeft om echt cijfers te publiceren over diversiteit. Waarom? Omdat meten een stuk weten is. Sinds dan Claude Marinauer is hier onze fractieleider, heeft altijd gevraagd om die cijfers weer te geven, omdat je net daardoor kunt je nu vandaag, kan Patrick Janssens hier alle cijfers exact geven en kunt je vinger op de wond leggen en kunt je exact zeggen waar het probleem zit. En het is zo, het zit bij het havenbedrijf, terwijl dat er nogthans ontzettend veel bedrijven zijn in de haven. En ik moet maar het voorbeeld niet geven van de Katoen-natie, dat er altijd prat op gaat, dat er
alle mogelijke nationaliteiten, alle mogelijke mensen van alle mogelijke roots en origines die men ook maar heeft, er werken. Waar ik wel heel sterk in geloof, om op termijn uw discriminatie, uw racisme en alles wat ermee te maken heeft weg te werken, is eigenlijk inzetten op die voorbeeldfuncties. En in die zin is het wel van belang dat je dus voldoende mensen hebt bij de politie. Op die manier is het wel van belang dat je op een bepaald moment mensen hebt die studeren, die dokter worden, die arts worden, die die voorbeeldfuncties doen, die verpleegster worden, die in die functies zitten, die maatschappelijk zichtbare functies, om op die manier de absolute dwaze clichébeelden die er soms nog bestaat, om eigenlijk die clichébeelden weg te werken. En dan kom je terug bij het verhaal waarbij dat je link legt met je onderwijsverhaal. Je kunt ook je discriminatie maar op een bepaald moment wegwerken als je inderdaad zorgt voor die voldoende geschooldheid. En dat is ook de reden waarom dat wij als partij zo zwaar inzetten op onderwijs. Omdat je op die manier veel kunt doen. Ik geef een voorbeeld. Er zijn scholen in Antwerpen waar dat de richting kantoor op een bepaald moment hervormd is naar de richting maritieme administratie of logistieke administratie, omdat dat eigenlijk heel belangrijk is hier voor de Antwerpse arbeidsmarkt. Wij laten ons daarop verder inzetten. Hè. Laat ons kijken, wat zijn de vragen vanuit het bedrijfsleven? Op welke manier kunnen we daar vanuit het onderwijs op inspelen om ervoor te zorgen dat die kloof tussen wat bedrijven vragen en wat de arbeidsmarkt aanbiedt, wat er aanwezig is, op welke manier dat je die kloof kan dichten zonder dat je moet vervallen in grote symbolen. Want ik denk dat symbolen helpen altijd geweldig, maar helpen meestal het op het terrein niet veel vooruit. Oké. Okay. Ja, Bart de Wever? Ja, een paar reacties als ik mag. Ik wist dat het ging gebeuren en ik vind het eigenlijk elke keer heel opvallend als je spreekt over discriminatiequota, dat men in één adem gaat zeggen mensen van vreemde afkomst en mensen met een handicap. En ik weet dat dat goed bedoeld is, hè. Ik weet dat dat goed bedoeld is, dat men daar geen slechte bedoeling heeft, maar je moet daar eens over nadenken. Mensen van vreemde afkomst, mensen met een handicap. Uw afkomst is geen handicap, hè. Dat zou het toch absoluut niet mogen zijn. Je mag daar eigenlijk in die termen niet over spreken en die op dezelfde manier gaan zien, want dan bevestig je natuurlijk iets dat je wilt gaan bestrijden, hè. Met name dat iemand, die van Turks of Marokkaan, dat hij eigenlijk een handicap heeft, alleen al door zijn afkomst. Ik weet dat dat niet slecht bedoeld is, maar dat is slecht van het op die manier te benaderen. Twee, wij zijn een nationalistische partij. Dat wil zeggen, wij geloven in burgerschap en gemeenschapsvorming. Daar geloven wij heel sterk in. Mensen ook van verschillende culturen, maar één burgerschap. En dat betekent dat wij willen geloven enorm in maatschappelijke dialoog, dialoog tussen mensen. Eerder dan het optreden van de rechtsstaat. Want als je daarmee begint en je gaat van alle dingen vervolgen, let op waar je eindigt. Hè. Ik geef u een heel concreet voorbeeld en ik zal de stok recht in het hoenderhok werpen. Stel, u hebt een koppel dat op zoek is naar een huurappartement. En dat is een homo-koppel. En die komen terecht in een appartement van een huis van vrome moslims. En die vrome moslims zien dat niet zitten om aan een homo-koppel te verhuren en te zeggen, we gaan dat er nu niet verhuren. Dan stel ik u de vraag, denkt u dat dat gaat helpen van die te vervolgen, die eigenaars? Dat dat meer begrip gaat kweken. Als ze zeggen, jij hebt gediscrimineerd. Want die homo's moet je gelijk behandelen, jij moest dat verhuren. En we gaan u voor de rechtbank slepen. Dat die mensen dan meer begrip gaan krijgen voor die situatie? Of juist minder begrip? Dus let op wat je vraagt, hè, wat je eindigt. Ik geloof in maatschappelijke dialoog. Je moet begrip kweken voor elkaar om gelijkheid en gelijkburgerschap te kunnen creëren. Als je gaat beginnen zwaaien met de rechtsstaat, dan zijn we eigenlijk als samenleving mislukt, hè. Dat moet je heel goed beseffen. Dus in kort bestek zijn we voor die praktijktest. Het zal u misschien verbazen, voor mij kan dat perfect, een praktijktest. Maar alleen in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Waar dan een onderzoeksrechter op basis van serieuze aanwijzingen van echt manifeste discriminatie of racisme zegt, daar gaan wij dat doen om vast te stellen wat er aan de hand is. Maar gewoon dat iedereen begint rond te gaan om vaststellingen te doen, om te zeggen van kijk daar en daar en daar en daar, dan krijg je een samenleving die in oorlog geraakt met elkaar. Ik zal u zeggen wat het resultaat zal zijn. Als ik heb direct gedaan, een appartement wil verhuren, maar ik weet dat er allerlei mensen kunnen komen die zich voordoen als, om te kijken of ik niet discrimineer, wel dan hang ik geen bordje niet meer te huur. Maar ik zal dat wel verhuren in het ons kent ons circuit, hè. Dat soort samenleving ga ik krijgen. Dan zet ik mijn vacature niet meer in de krant. Dan zeg ik gewoon aan de werkgever, ben op zoek naar zo iemand.
En dan krijg je die verhalen van die blanc, bleu, belge. Dat krijg je dan. Hè. Okay. Zo van die codetaal om te zeggen, wij werven alleen aan wie dat wij kennen. Want de overheid, Big Brother, die houdt ons in de gaten. Maar let op, hè, als je Big Brother binnenlaat, want hij houdt u dan allemaal in de gaten. Hè. En al uw persoonlijke preferenties zullen worden afgewogen op de blinde weegschaal van vrouwenjustitie. Als je dat soort land wilt, let op wat je vraagt. Oké, okay, dank u wel, meneer De Wever. Ik geloof dat mevrouw Turtelboom zich een beetje aangevallen voelde. Nee, ik voelde mij niet aangevallen. Ik wou alleen maar zeggen dat sommige mannelijke politici dan in één adem ook de vrouwen noemen als het om quota gaat. En dan denk ik van, je moet u dat maar inbeelden wat het zou moeten zijn. Nee. Ah, maar je moet u niet aangevallen voelen, hè. Ik snap niet. Ik gaf gewoon een persoonlijke ervaring vanuit mijn leven in de politiek gedurende een aantal jaren als vrouw. En ik zie Merren met instemmend knikken, dus ik wou dan gewoon maar zeggen, wat moet het dan zijn als je dan een allochtone vrouw bent met een handicap. Dank u wel. Mevrouw Almaty nog even. Ja, veel woorden, maar vandaag op de arbeidsmarkt, het spijt me, is het een handicap. We kunnen daar heel lang over discussiëren. Maar nog 2 weken geleden is op de Universiteit van Gent een studie verschenen waarbij men onderzoek heeft gedaan naar de Turkse groep in hoeverre dat die discriminatie ervaren. En ze hebben gezegd 3 keer zoveel moeite als een gewone autochtone Vlaming om een job te vinden. Het spijt me, maar als er voorstellen circuleren als anoniem solliciteren, dan is dat omdat je familienaam vandaag op de arbeidsmarkt een handicap is. We kunnen daar heel veel verhaaltjes over vertellen, maar de feiten zijn wat ze zijn. En ik zie inderdaad dat minister Muiters niet in actie treedt als het gaat over het aanpakken van discriminatie. Niet, hè. Hij zegt dan over die blanc, bleu, belge, ja, maar je mag dat niet veralgemenen. Je mag dat, maar een probleem dat een derde van een sector treft, vind ik geen marginaal probleem, hoor. Vind ik echt een heel diepgaand probleem. En er zijn al jaren gewerkt aan vrijwillige diversiteitsacties. Maar de tijd van de vrijwilligheid is spijtig genoeg voorbij. Meer begrip, meer maatschappelijke dialoog. Ik ben het volledig met u eens. Volledig. Ik ben ook niet voor wie altijd maar praktijk is. Maar wat je er vandaag krijgt is een middenveld. Dat zit omdat er geen actie gebeurt. In het parlement zit dat, doe ik sinds ik minister ben. Ik vind dat eigenlijk logisch. Oké, dat is duidelijk. Het laatste woord, mevrouw Almaty. Ja, ik denk, het gaat over inspraak. Hè. En inspraak is meer dan luisteren. Inspraak is ook feedback teruggeven en met elkaar de dialoog aangaan. En ik heb een aantal incidenten meegemaakt in Antwerpen waar het wat dat betreft fout is gegaan. Een aantal organisaties die aan de alarmbel luiden over een gespannen situatie in Antwerpen-Noord en geen reactie krijgen totdat het helemaal fout loopt. En dan in één keer, ja, alle verklaringen voor televisie, de discussie over de manier waarop de beslissing over de religieuze symbolen achter de loketten is genomen. Hè. Het feit dat men daar niet met de... En de vraag is natuurlijk, wat is het draagvlak van elke organisatie? Maar dat is zelfs met de organisaties die er zijn, met de mensen die ermee bezig zijn, de discussie niet is aangegaan geweest, is eigenlijk voor mij onbegrijpelijk. En ik hoop vooral dat we dat in de toekomst niet doen. En een van de dingen die men bijvoorbeeld in Brussel wel heeft en in een aantal grote steden internationaal wel heeft, is een raad voor minderheden die wij hier in Antwerpen ook kunnen oprichten, waar langs het stadsbestuur langs gaat om advies te vragen als het gaat over beslissingen rond samenleven, zodanig dat die dialoog er structureel is. En dan wil ik absoluut in debat gaan over wie vertegenwoordigt en wie daarin moet zitten en wie niet. Hè. Maar ik denk dat om het samenleven in een stad met meer dan 170, ik denk 176 ondertussen, achtergronden te bevorderen, is zoiets. We hebben een jeugdraad, we hebben een seniorenraad, onontbeerlijk. En we moeten dan zoeken naar de beste manier om dat samen te stellen, absoluut. En er gaat altijd discussie zijn of iedereen wel op een goede manier vertegenwoordigt, maar dit is er bij de jeugdraad vandaag ook. Maar dat laat niet, dat betekent niet dat de jeugdraad ondertussen geen adviezen geeft aan de stad over allerlei thema's, over allerlei thema's. Voor mij hoeft die raad voor de etnisch-culturele minderheden niet samen te vallen met een religieus overlegplatform, want ik denk dat dat ook nodig is. En dat zijn 2 heel verschillende discussies, want je hebt bijvoorbeeld de discussie gehad over de supermoskee, waar ook heel veel mensen uit de gemeenschap heel verbaasd op hebben gereageerd van waar komt dit nu ineens? En dat zijn situaties die je denk ik in een stad als Antwerpen beter vermijdt en waar je in investeert. En dat betekent ook niet alleen ten tijde van verkiezingen, maar continu mee met die verenigingen verder nadenken over beleid. En wat ik persoonlijk zelf betreur, is dat wat vroeger een aparte dienst was, de dienstdiversiteit in de stad, nu ondergebracht is onder de dienst samenleven en daar eigenlijk samenvalt met veiligheidsbeleid. Ik vind dat misschien niet helemaal
nodig. Ik weet niet hoe het werkt en ik ga ervan uit dat men die twee dingen perfect gescheiden had, maar ik zou liever hebben dat dat terug een aparte dienst wordt. Omdat ik denk dat in een stad met 1/3 diversiteit in bevolking, dat dat ook wel verdient. Oké. Dames, meneer, bedankt voor het gedeelte tot nu toe. Tijd voor vragen uit de zaal. Nu, ik heb van zowel Marokkaanse jongeren als Turkse jongeren heb ik allerlei vragen gekregen, maar ik ga die niet stellen. Dus ik zou graag willen dat, weet niet, Ilias en iemand van de Turkse jongeren naar voren komt om hun vragen zelf te stellen. Dan willen we de micro krijgen. Oké. Ik zou jullie wel eventjes willen adviseren. We hebben nog maar een minuut of 20, dus kies de vragen uit die je het allerbelangrijkst vindt. En twee, formuleer geen standpunten, maar stel vragen, alsjeblieft. Dat wil nog wel eens misgaan, dat is wel anders. Ja, goedenavond, beste lijsttrekkers. Mijn naam is Moussa Ali en mijn vraag is de volgende. Zoals daar juist meneer De Wever zei, dat scholen een afspeling van de buurt zijn. Daarom is mijn vraag als volgende. Wat vinden jullie van de oprichting van ICRA, de open school in Borgerat, die zich vooral wil richten naar de kinderen van de Borgeratse afkomst? Aan wie wil je die vraag stellen? Aan alle lijsttrekkers. Oei. Ja. Dan zijn de 20 minuten al om, denk ik. Ja, dat is kort. Bij wie zullen we beginnen? Ja. Vlaanderen, in België, er is vrijheid van onderwijs. Dat betekent, eender wie die een school wil oprichten, waar beantwoord wordt aan de eindtermen, die kan dat doen en kan daarvoor erkend worden. Persoonlijk ben ik voorstander van scholen die zo divers mogelijk zijn en heb ik liever dat mijn kinderen op een school zitten waar heel veel verschillende kinderen van verschillende achtergronden samen zitten, omdat op dat moment mijn kinderen ook het best zullen voorbereid worden op de stad waar ze gaan inleven. Dit gezegd zijnde, dat is wat ik zeg als vader voor mijn kinderen. Ik ben geen tegenstander van scholen waar het anders is. Er zijn in Antwerpen, er zijn de Lucerna colleges, die denk ik heel goed werk leveren. Er zijn een aantal Joodse scholen waar voornamelijk of exclusief Joodse kinderen zitten. Dus als men kiest voor de oprichting van een school waar kinderen van een bepaald type zitten, wettelijk kun je daar niks tegen zeggen. En als mensen daarvoor kiezen, dan is dat zo. Maar het is niet mijn persoonlijke voorkeur voor mijn kinderen. Ja, de vrijheid van onderwijs is aangehaald, hè. Dus in het land is de vrijheid van onderwijs iedereen mag onderwijs inkrijgen. Iedereen. Als je subsidies wilt krijgen, moet je gewoon voldoen aan de eindtermen. Je moet dus voldoende kwaliteit hebben in onderwijs en je moet de Vlaamse inspectiediensten toestaan. Dat zijn de voorwaarden. En daarbuiten mag iedereen een school opstarten. Er zijn de meeste van onze scholen zijn vanuit katholieke inspiratie opgestart. Dus het zou wel raar zijn, moest je vanuit een andere inspiratie geen school mogen opstarten. Die vrijheid hebben wij als burgers allemaal. En dus, ja, dat kan absoluut. Het is natuurlijk zo dat in die katholieke scholen het godsdienstig aspect is helemaal op de achtergrond geraakt, ik moet dat zeggen zoals het is. En vaak zijn dat pluralistische scholen. De meeste vriendjes van mijn kinderen die moslim zijn, die gaan naar een katholieke school. Want ze kennen ze wel op school. Mijn kinderen gaan naar een katholieke school. Dus de meeste van die scholen